Nadat Marieke Nas haar vertrek aankondigde uit de lokale politiek, de reactie van enkele raadsleden van Gulpen-Wettemie op. Ik zeg Marieke Nas, wat zeg ik dan? Dat we samen in 2014 in de gemeenteraad zijn terechtgekomen. En ja goed, de kenmerken van Marieke vind ik wel dat ze heel erg dicht bij zichzelf durft te blijven en bliet. En door Neves echt heel vastberaden en... Haar ambities, die nu denk ik ook een rol spelen. Ja, hij heeft uiteindelijk de keuze gemaakt dat ze een andere koers gaat bewandelen. Wat voor ons in ieder geval uitzonderlijk jammer is. Verrassend ook. Ja, zeer zeker dat ze nu op dit moment die keuze maakt. Alleen is het wel zo dat we natuurlijk wisten van haar ambitie. En gevoelsmatig had ik ook wel het idee dat Gulpen-Wettemie uiteindelijk ook wel te klein zou zijn voor haar. En dat is gewoon, dat heeft ook gewoon te maken met kwaliteit en de kenmerken die ze heeft. Quint, ik zeg Marieke Nas, wat zeg je dan? Fanatiek persoon. Marieke Nas, ja, in mijn optiek echt fanatiek persoon. Hè. Ze is ook gewoon een wie jongs in de raad is gekomen. Daarmee voel ik me nog wel een beetje verbonden met Marieke. Dat ik natuurlijk een beetje in dezelfde situatie als Marieke zit. En dan is Marieke denk ik ook heel behulpzaam. Kijk, Marieke kan ze immer terecht met vragen als ze die has. Of met gewoon even te sparren. En dat is gewoon een heel fijne persoon voor Marieke. Ook buiten de partijen om dus? Zeker, zeker. Ik heb ook zeker contact met Marieke buiten politiek. Zeg gewoon eens een kopje koffie drinken en gewoon kallen over wie het leven lukt. Simpelweg gezegd. Kijk, we maken veel van dezelfde dingen met. Hè. Zeker omdat ik ook in dezelfde situatie zit in politiek. Maar er komen ook dingen buiten politiek met. En het is toch leuk om met Emus te kallen die dat allemaal 10 jaar geleden had metgemaakt. En wat is er veranderd? En ja, wie is dat veranderd? Of is het allemaal hetzelfde gebleven? Dat is natuurlijk ook leuk om te huren. Jacques, ik zeg Marieke Nas, wat zeg je dan? Ja, ik ken Marieke Nas natuurlijk al heel erg lang. Hè. Als bewoner van IJs ken ik haar eigenlijk al vanaf de geboorte. Dus wie ze in 2014 op een gegeven moment in de politiek komen, toen waren het voor mij een grote verrassing. Hè, van wat kunt ze met je niet doen? Grote campagne, stem Marieke in de raad en zo. En dat is succesvol geworden. En wie ze er zo, toen zout ze er. Hè. Dat was ook wel duidelijk. Ze waren echt aanwezig vanaf het begin. Fractievoorzitter van het CDA. Dus ik heb heel veel met haar te doen gehad. Isek Marieke Nas, wat zeg je dan? Jong, blond, pittig. Punt. Wat valt er verder over te zeggen? Ja, wie heeft zich er met gemaakt? Wie heeft zich er met gemaakt in de partij? Precies als wie het zeg. En niet anders. Dus in de afgelopen 10 jaar dat ik haar heb metgemaakt, was ze altijd behoorlijk aanwezig. Is druk bezig geweest als fractievoorzitter. En komt nu in een andere levensfase. En haar keuze kan ik begrijpen.